Van Liempt, 1 op 1, praat ik met smaakmakers van Nederland. En vandaag ben ik op bezoek in Gulpen, bij de directeur van familiebedrijf Gulpener Bier, Jan-Paul Rutten. Maar deze bierbrouwer had ooit een heel andere droom. Ik wilde dokter worden. Ik wilde geneeskunde studeren en dat zat heel diep in mijn hoofd. Proost. Proost. Tot 1 à 2 glazen alcohol bier per dag geeft een gezondheidsverbetering. Dit is onze Wall of Farm, zoals we hem noemen. Dit is eigenlijk onze trots uit eigen regio. De boeren die onze gerst en onze hop telen. En zij zorgen voor 95% van de grondstoffen van het bier. Ik geloof het bijna niet, hè? Gaston Bakbier, zo heet hij echt natuurlijk ook. Ja, zo heet hij echt, ja. Dat is fantastisch. Ja. Maar dit is belangrijk. Hier kom je ook binnen, je wilt deze mensen ook eren. Het is echt een eerbetoon aan ze. Absoluut. Ja, het is echt een eerbetoon aan de Limburgse telers die onze grondstoffen produceren. En zij komen ook af en toe hier langs, hier nog kijken? Ja. Ze hebben 1 keer per jaar een vergadering, uiteraard bij ons. En daar ben ik ook altijd bij met een glas bier. Ja, ja natuurlijk met een glas bier. Ja, hier heb je ze. Ja. Jan-Paul Rutten wordt in 1975 geboren in het Limburgse Gulpen. Na zijn studie medicijnen aan de Universiteit van Amsterdam wordt hij tropenarts en chirurg. Later maakt hij de overstap naar het familiebedrijf en wordt hij directeur Gulpener Bierbrouwerij. Jan-Paul Rutten is getrouwd en heeft 4 kinderen. Jullie zijn een grote brouwer, dat wil zeggen, een grote, de grootste van de kleine. Ja, volgens mij zijn we helemaal niet zo groot. We zijn een echt MKB-bedrijf, er werken 60 mensen bij de Gulpener. Dus dat is eigenlijk heel overzichtelijk. Maar onze naam is best bekend binnen Nederland en daarbij denken mensen vaak dat wij een heel groot bedrijf zijn. Maar dat valt reuze mee. Is de marketing zo goed dat jullie veel groter lijken? Ja, we draaien natuurlijk al 190 jaar mee, dus mensen hebben de tijd gehad om aan ons te wennen. Maar ik denk dat het met name te maken heeft met het feit dat het over bier gaat. Bier is een emotioneel product, mensen hebben altijd een mening over bier. En we zijn wel landelijk verkrijgbaar, dus in die zin hebben mensen ons wel vaak al ergens gezien hangen of zien staan. Ja. Laten we nu kijken naar echte grote bierfusies tussen 2 merken, AB InBev en SabMiller. Dat zien we hier. Paul Doren, onze economische expert. Hoe historisch is deze deal? Het is ontzettend belangrijk, want de groep wordt nu de 7e grootste groep ter wereld. Grootste bedrijf ter wereld. En wordt alleen nog maar voorafgegaan door 3 technologiebedrijven. Dat is Microsoft, Google en Apple de grootste. 2 oliebedrijven, dat is Esso en PetroChina. En 1 investeringsmaatschappij van Warren Buffett, de meest fameuze belegger ter wereld. En is vandaag met deze overname over de grootste autoproducent gesprongen, Toyota. Ja. Over de grootste bank gesprongen, over de grootste geneesmiddelenfabrikant gesprongen. Dus naar de 7e plaats. Ja. Kijk, nou, de burger doen weer echt heel keurig en heel erg bescheiden natuurlijk. Maar het is wel de 7e grootste, hè? AB InBev en SabMiller na de overname. Gigantisch. Hoe kan dat een bierbedrijf zo gigantisch groot is? Ja, dit is heel indrukwekkend en dit is ook echt een heel ander spel dan dat wij spelen, uiteraard. De enige overeenkomst is dat we allebei bier maken. Maar dit zijn echt wereldspelers, multinationals van wereldformaat. Ik heb volgens mij bij deze overname is een bedrag van meer dan 90 miljard gemoeid. Nou ja, goed, als we dat geld op de rekening zouden hebben, zou ik er ook eens over nadenken. Maar bij ons gaat het natuurlijk over hele andere bedragen en ook een heel ander spel. Want wij zijn echt met name een regionaal, lokaal bedrijf dat zich richt op speciaal bieren en geen conglomeraat aan brouwerijen. Maar toch landelijk overal verkrijgbaar. En als je dan zo, die regiofunctie van jullie is volkomen begrijpelijk. Iedereen die dit programma ziet, die snapt het ook. Maar waarom dan toch landelijk verkrijgbaar? Dat is in de jaren 70-80 ontstaan en in die tijd was er alleen maar pils in Nederland. Dus daarom noemt men in het grootste deel van Nederland noemt men een pilsje, noemt men ook een biertje. Je bestelt een biertje aan de bar, maar dat is heel gek. Je bestelt bij de bakker ook niet een brood, je zegt wat voor een soort brood je wil. En pils is een van de biersoorten, dus bier is de verzamelnaam. Nou, in die tijd dat er alleen maar pils gedronken werd in Nederland, toen zaten wij hier in het zuiden en dat was de tijd dat de markt fors groeide en dat iedereen daarin meeging. En dat was ook de tijd dat het voor ons mogelijk werd om verder te gaan met onze bieren dan alleen onze eigen provincie. Dus dat is in die tijd opgepakt en sindsdien is die situatie zo dat wij... Maar het is niet echt belangrijk, is het procentueel... Eigenlijk telt het niet mee voor jullie? Ons volume zit voor 60-70% buiten Limburg. Zo. Dat vind ik echt heel groot. Ja, dat idee is, het is echt een regio en bijna iedereen... Drinken de Limburgers te weinig bier dan? Nee, die drinken voldoende bier, dat is geen enkel probleem. Maar we zijn echt een landelijk merk. Dus we zijn echt door het hele land, zowel in horeca als in thuisverbruik, de retail verkrijgbaar. En in die zin is Limburg één van de 12 provincies. Dus toch wil ik een beetje over doorsturen, omdat jouw vader, die heeft altijd gezegd, je hebt het bedrijf van je vader overgenomen. Je vader zei, de regiofunctie is heel belangrijk. Burgemeesters komen en gaan, maar wij blijven altijd bestaan. Hè? Al die generaties door blijven wij hier altijd. Ja. Wij zijn heel belangrijk voor de regio, dat moeten we benadrukken. Ja. En dat is ook zo. Dat heeft niet alleen te maken met de plek waar je product verkocht wordt, uiteraard ook in die regio. Maar dat heeft meer te maken met onze strategie en onze visie om met de regio samen en in die regio actief te zijn. Dus onze hele bedrijfsvoering is gericht op de regio. En hoe doe je dat? Dat doen wij bijvoorbeeld doordat wij vanaf eind jaren 90, begin 2000 hebben gezegd dat wij alle grondstoffen uit de eigen regio willen halen. We zijn de enige brouwerij in Nederland die dat doet. Dus wij werken met een 30-tal gersttelers die 450 hectare gerst hier in Limburg hebben staan. En we hebben één hopteler die 4 hectare hop hier in Rijmerstok, het volgende dorp, heeft staan. En daarmee hebben we 95% van onze grondstofbehoeften uit de eigen regio gehaald. Maar je kunt de regiofunctie ook anders definiëren. Jouw vader deed dat ook. Hij was lid van de Harmonie, hij was lid van de zangvereniging, van de kippenvereniging, de carnavalsvereniging, de Kamer van Koophandel, nog meer volgens mij. En nog steeds, ja. Nou, doe jij dat ook? Ja, dat soort dingen doe ik ook. Misschien niet zo'n heel rijtje als mijn vader, maar ik zit ook bij de schutterij bij mij in het dorp, in het bestuur bijvoorbeeld. En, dus ook ik vind dat soort activiteiten niet alleen leuk, maar ook essentieel, want je wilt iets bijdragen aan. Als je heel eerlijk bent, misschien denk ik, want je hebt een tijd ook in Amsterdam gestudeerd en dan kom je hier terug, daar heb ik eigenlijk geen zin in, dat doe ik omdat de mensen het van mij willen? Of vind je het ook echt prettig? Nee, het heeft ook echt zijn charmes. Kijk, als je alleen maar hippe, gave, leuke, nieuwe dingen wil, ja, dan moet je niet bij de Harmonie of de schutterij gaan. Laten we dat vooropstellen. Maar als je ook de cultuur van hier wil beleven en proeven en aan bij wil dragen, dan zijn dat soort dingen ook belangrijk. Dit is de mout. Dus de gerst wordt bij de boeren van het land gehaald hier in de regio. En vervolgens vermout en dan wordt die hier aangeleverd. En dit gaat bij ons vandaag of morgen de brouwketel in. Nou, geweldig. Je kunt hem proeven. Even proeven, hè? Lekker, ja. En het mouten is nodig om, om bij het zetmeel te kunnen komen. Oh, nou, heerlijk. Ja, dat is lekker. Ja. Lekkerder dan je denkt, ja. Ja, ongelooflijk, hè? Ik pak alles mee. Een hele lunch hier. We zijn hier in de gistlagerafdeling en hier staan de lagertanks. En deze tanks zijn gevuld met 60.000 liter bier. En je bent een relatief kleine brouwer. Je concurrenten die hebben ditzelfde, maar dan op veel grotere schaal? Ja, dat klopt. Dus die hebben en veel grotere tanks en veel meer tanks. En, maar daar komen meerdere dingen bij kijken, want wij brouwen op hele ambachtelijke wijze. Dat eigenlijk zoals het 100 jaar geleden ook al ging. Maar je hebt technieken tegenwoordig die het proces kunnen versnellen en kunnen vereenvoudigen. Door bijvoorbeeld iets als high gravity brewing, dat is een verschrikkelijke term. Maar dan brouw je heel geconcentreerd en op het eind stop je er dan nog water bij om er meer bier van te maken. Maar wij doen dat pertinent niet. Wij geloven in die ambachtelijke wijze. Dus het bier ligt hier ook afhankelijk van de receptuur 3 tot 6 weken te rusten voordat het klaar is. En wat is het voordeel daarvan? Het voordeel is dat je veel meer smaak en kwaliteit in je bier geeft. Dat is onze overtuiging althans. Dus wij geloven dat je die ambachtelijke wijze, dat die echt kwalitatievere bieren Maar jullie kunnen dit doen, dit zelf bepalen, omdat je in eigen handen bent gebleven. Dan heb je vroeger in je jeugd met de familie Brand, van Brandbier, heb je geloof ik gespeeld. Ja, dat waren onze buren, dat klopt. Nou, moet je echt buren zelfs. Ja. Nou, twee bierfamilies als buren. En die Brand hebben zich over laten nemen door Heineken. Merk je daar wat van? Ja, je merkt dat Brand was natuurlijk een prachtige brouwerij, een fantastisch familiebedrijf. We gingen daar ook heel vriendschappelijk mee om. Mijn opa ging zelfs op vakantie met de opa van de familie Brand. Dus het waren echt vrienden. Sinds die overname is het een onderdeel van Heineken geworden en zie je dat het ook ondergegaan is in dat grote concern. Dan ben je zelf een diplomatieke, maar een van je familieleden heeft ooit gezegd, de ziel is uit het bedrijf gehaald. Toen Brand door Heineken werd overgenomen. Ja, ik denk dat dat wel zo is als je naar het merk kijkt. Het is echt een merk van Heineken geworden en niet meer dat zelfstandige, trotse familiebedrijf dat het vroeger was. Jullie zijn voor geen enkel bod te koop? Niet zolang ik hier zit, nee. Oh. Nee, dat is niet logisch, want dan zouden we onze ambities niet meer kunnen waarmaken. En ik vind mijn baan veel te leuk om hem op te geven. Ik begrijp dat volkomen, maar je kent die verhalen toch. En dan zeggen mensen, nou dan kun je gewoon bedragen gaan noemen. Dan komt SabMiller binnen die zeggen, weet je wat, een idioot bedrag. Dat loopt in de miljarden en dan? Ja, maar die bedragen zijn langsgekomen en we hebben het nooit gedaan. Dus ja, onze ambities liggen op een ander niveau. Die bedragen zijn zelfs langsgekomen? Nou, ik denk niet dat er ooit miljarden zijn geboden voor onze brouwerij. Zoveel is die niet waard. Wie heeft een bijna niet te weigeren bod op tafel gelegd? Ja, die details zal ik hier niet op tafel leggen. Nou, liever wel. Nee, zover gaan we niet. Maar we hebben wel in het verleden vaker een interessant bod gekregen. En wij weten dat er altijd interesse is in onze brouwerij. Dus als we hem zouden willen verkopen, zouden we dat morgen doen. Waren dat internationale partijen? Ook partijen van de Nederlandse markt. Die zo'n enorm bod op tafel hebben gelegd? Die een heel interessant bod op tafel hebben gelegd. De hoogte weet ik niet eens, daar zou je bij mijn vader moeten aankloppen. Maar interessant genoeg, als je hem zou willen verkopen, hadden we dat al lang kunnen doen. Maar die wil is er gewoon niet. Heineken. Ja, okay. Straks heeft de bierbrouwer die ooit chirurg was goed nieuws voor bierdrinkers. Waar ligt de grens als het over bierdrinken gaat? Wetenschappelijk is er een heel duidelijk in verschillende onderzoeken aangetoond dat je tot 1 à 2 glazen alcohol bier per dag geeft een gezondheidsverbetering. Ik ben in Gulpen bij de bierbrouwer die ooit chirurg was. Hier heeft de maatschappij in geïnvesteerd in deze manier. Ja. Dit heeft ons heel veel geld gekost, die mag nooit meer terug. Het was mijn vrouw die mij het kwartje liet vallen. Want ik, Dan moeten we wel even zeggen wat je vrouw doet. Je vrouw is plastisch chirurg. Heeft ze jou het onder handen genomen? Stond heel groot, stond daar fuck glue wine boven en daaronder ons winterbier. En ik vond dat een fantastische, dus ik zeg nou, gooi die maar in alle kroegen die we hebben. Dit is de afvulhal, hier worden onze bieren in de fles gestopt, eigenlijk het einde van het proces. Dus we brouwen het bier, vervolgens wordt het vergist en verlagerd. En als het dan klaar is, na een week of 3 tot 6, afhankelijk van het recept, gaat het of de fles in of de fust. Daar worden de fusten gevuld en hier gaan ze de fles in. Hier ziet het allemaal geweldig uit. Hè? Het is een beetje computerspelletjes, treintjes, dat spel lijkt het gewoon. Ja, we zijn op dat gebied echt een productiebedrijf. Hè? Dus het gaat echt om de intrinsieke waarde van de kwaliteit van het product. En die is bij ons pas verzegeld op het moment dat de kroonkurk erop zit. Dus maar hier lopen altijd ook mensen bij of gaat dit volledig machinaal? Nee, er staan altijd 2, 3 man bij die alles in de gaten moeten houden en de correcties moeten doorvoeren. Als je dat niet zou doen, op een gegeven moment denk je toch ook, zo denk je vaak, ze zijn weg te saneren, dat scheelt de 2 FTE, maar dat kan niet. Ja, niet in ons formaat. Het is niet volledig geautomatiseerd. De grote multinationals zullen dat wellicht wel hebben, maar bij ons is het nog steeds mankracht nodig om de boel rond te krijgen. Is dat ook beter? Is dat echt ook beter hier voor de kwaliteit? Komt de kwaliteit ik weet niet of je kan zeggen dat dat beter is, maar het heeft ook te maken met het investeringsniveau dat je wil behalen. Je kunt alles uiteindelijk blijven automatiseren, maar wij kiezen voor een niveau daaronder waarbij er heel veel automatisch gaat, maar er wel nog controle en aansturing van de mensen nodig is. Dit is een brouwerij die heel erg lang bestaat. Heel veel geslachten Rutten hebben hier de leiding gehad. Maar tussen jou en jouw vader, daar zat even opeens een meneer met een andere naam. Ja. Hoe zit dat precies? Ja, John Halmans. John heeft het bedrijf van mijn vader in 2003 overgenomen, toen mijn vader met pensioen ging. En heeft 12 jaar lang de brouwerij geleid. Was daarvoor al minimaal 30 jaar werkzaam in de brouwerij. Dus is echt een man van de Gulpener. Maar hij heeft dat gedaan omdat er, toen mijn vader stopte, geen familiaire opvolging was. En wij zijn als familie van overtuigd dat het bedrijf ook niet door een familielid geleid hoeft te worden. Je moet dat laten doen door degene die dat het beste kan. Die het familiekapitaal het beste kan beheren. Ja, precies. Ja, en het bedrijf de stap verder kan helpen. Dat was John en die heeft dat ook bewezen. Die heeft dat fantastisch gedaan. Dus we zeggen altijd dat we 8 generaties onderweg zijn, maar in theorie zou dat 7 zijn, maar we hebben John tot 7e generatie bekroond omdat hij het zo goed gedaan heeft. Daar is John ook blij mee. Daar is John ook heel blij mee. De familie van John die vindt het allemaal goed natuurlijk. Ja, compliment. Ja. Maar je hebt het zelf niet gedaan. Ik las dat jij ooit een wandeling maakte met jouw vader. En dat jouw vader tegen jou zei, Jan-Paul, je hebt de karaktertrekken. Je hebt echt de karaktertrekken van iemand die een brouwerij kan leiden. En hij schijnt een man te zijn die dat niet zomaar zegt. Als een vader dat tegen zijn zoon zegt, hoe kun je dan toch nee zeggen? Ja, hij heeft me ook altijd, niet alleen hij, maar ook mijn moeder, hebben ons altijd heel duidelijk gemaakt dat je je hart moet volgen en dat je de keuzes moet maken waar je echt achter staat. En in die fase van mijn leven was dat niet de brouwerij. En ik wilde dokter worden, ik wilde geneeskunde studeren en dat zat heel diep in mijn hoofd. Dus mijn vader vond dat wel, maar ik vond wat anders. En dat ben je ook gaan doen? Ja. Je bent naar Amsterdam gegaan? Ja. Ik heb in Amsterdam 10 jaar geneeskunde en tropenopleiding gestudeerd en ook wat gewerkt. En vervolgens hier in het zuiden in Maastricht en in Heerlen mijn chirurgieopleiding gedaan. En waarom trok dat zo? Wat was voor jou, waarom was dat jouw eerste grote liefde? Het heeft toch, ik vind het nog steeds heel erg fijn om met mensen, voor mensen te werken. Om, het sociale contact vind ik altijd heel essentieel in wat ik doe. Ik vind de geneeskunde en vroeger de biologie vond ik hele mooie facetten, heel interessant, intrigerend. Van hoe werkt zo'n lichaam nou en hoe kun je dat lichaam genezen? En later die chirurgie die daarbij kwam, ik ben heel graag met mijn handen bezig, ik werk heel graag met mijn handen en dat bracht eigenlijk alles bij elkaar. Liever met je handen dan met je hoofd? Ik gebruik mijn hoofd daar wel bij, maar... Ja, nee, dus dat vak, daar vond ik eigenlijk alles in waar ik naar op zoek was. En dat heb ik ook met heel veel plezier gedaan. Ook de spanning die artsen ook wel eens aangeven, want er komt iemand aan op de spoedoperatie. Dat klinkt ook heel onprettig als je daar ligt, maar voor een arts is dat toch een moment. Ja, absoluut. Nee, dat heb ik ook altijd heel aantrekkelijk gevonden in het vak. Dus acute situaties, de goede beslissing willen en kunnen maken en dan ook de verantwoordelijkheid durven nemen. Maar dan hou je dus ook van de hectiek en daar rustig onder kunnen presteren. Dan denk je, dan wil je toch nooit meer terug... Met alle respect moet ik erbij zeggen, maar niet meer terug naar het lieve Limburgse land. Ja, ja, dat deed ik al hier vanuit Maastricht en Heerlen hoor, de chirurgie. Maar ik heb inderdaad met heel veel plezier heb ik dat gedaan. En heel lang gestudeerd ook. Dus dan zul je ongetwijfeld mensen horen die zeggen... Hier heeft de maatschappij in geïnvesteerd in deze manier. Ja. Dit heeft ons heel veel geld gekost, die mag nooit meer terug. Ja, ja, dat is natuurlijk ergens ook wel zo. Toch vond ik toen ik... tot mijn eindkeuze kwam tussen de geneeskunde, de chirurgie en de brouwerij. Dat was een hele late fase van mijn opleiding. Ik heb mijn opleiding ook afgemaakt. En toen dacht ik dat ook wel. Van ja, moet ik niet gewoon door met die geneeskunde? Ik heb daar al die jaren in gestopt. Maar aan de andere kant dacht ik ook, ja, je moet ook je hart durven volgen. En je moet ook keuzes durven maken waarin je gelukkig denkt te zijn. Maar dat deed je juist, want je vader probeerde je te overtuigen. Toen heb je je hart gevolgd, dat was de chirurgie. Ja. Ja. En opeens slaat je hart de andere kant op. Nou, dat is natuurlijk een heel geleidelijk proces geweest. En dat heeft te maken gehad dat ik de laatste paar jaar van mijn opleiding... ergens halverwege mijn chirurgieopleiding werd ik gevraagd om onderdeel te worden van de Raad van Commissarissen. We hebben 4 commissarissen en één daarvan is familielid. Dus ik zou mijn tante gaan opvolgen. En daar heb ik 2-3 jaar in meegedraaid. En 2-3 jaar ben ik daar dichter en dichter bij de brouwerij gekropen, als het ware. En is dat verhaal van die brouwerij veel meer gaan... Ik vond het al een prachtig bedrijf, maar mijn hart lag bij de chirurgie. Maar doordat ik er dichter en dichterbij kwam en die uitdagingen zag... en de kansen die hier ook lagen en de ontwikkelingen van de biermarkt... die heel sterk op speciaal bier aan het ontwikkelen was. Iets dat wij al langer deden, maar waar wij ook wel echt een enorme stap voorwaarts in konden gaan maken. En die combinatie van en het duurzame regionale en de speciaalbieren kansen die er ontstonden. En toen dacht je dan maar geen chirurg meer zijn. Ja, zo ging dat. Ja, dat klinkt het was mijn vrouw die bij mij het kwartje liet vallen. Want ik, dan moeten we wel even zeggen wat je vrouw doet. Je vrouw is plastisch chirurg. Ja. Heeft ze jou het onder handen genomen of niet? Nee, dat niet. Nee, dat niet nodig. Vooralsnog niet nodig geweest. Ik heb met mijn vrouw ook na mijn studie nog 9 maanden in een ziekenhuis in Nepal gewerkt. Hebben wij een heel mooi ziekenhuis nog mogen werken. Dat was ook een droom die we altijd hadden. Maar daarna ben ik de brouwerij ingegaan. En het moment dat ik die beslissing nam was eigenlijk omdat mijn vrouw tegen mij zei... Het was een mooie zomerdag bij ons in de tuin. Die zei op een gegeven moment tegen mij... Jij praat zo vaak over die brouwerij, moet je daar niet eens wat serieuzer over nadenken? En tot dat moment was dat realiteitsbesef eigenlijk bij mij nog niet echt doorgedrongen. Dat daar toch wel zoveel passie en liefde vanuit mezelf lag. Dus ja, ze heeft echt dat kwartje doen vallen. En toen was bij mij eigenlijk ook redelijk snel op een gegeven moment de knop om. Hoe zeg je dat duurzaamheidsaspect, dat speelde een belangrijke rol voor jou. Maar er speelt ook nog iets anders, namelijk gezondheid. Hè? Want hoe kijkt een chirurg naar de gezondheidsrisico's van bier? Ja, die zijn er. Laten we dat heel duidelijk in zijn. Daar wordt gelukkig ook vanuit het overkoepelende orgaan van de Nederlandse brouwers heel reëel mee omgegaan. Maar is dit niet, het klinkt wel heel netjes, heel reëel mee omgegaan. Ze willen toch ook gewoon omzet draaien, winst draaien? Uiteraard, maar het is wel heel duidelijk, althans zo zit ik erin, maar zo zit de hele branche erin. Het is heel duidelijk dat misbruik ten alle tijde verkeerd is. Daar zijn we heel pertinent in. Maar ik heb nooit iemand horen zeggen, zeker niet als er een camera draaide, wij zijn voor drankmisbruik. Vinden wij heel goed. Nee, uiteraard niet. Nee, het zou ook heel gek zijn als mensen dat zeggen. Maar het is wel belangrijk dat wij dat wel heel erg sterk ondersteunen. Het is zelfs zo, als je naar onze concurrenten, dan wel collega's kijkt, hoe je het ook wil noemen, in de markt, dat bijvoorbeeld Heineken maakt er zelfs reclame mee tegenwoordig. Hè? Van als je rijdt, drink geen druppel. Hè? Dus er zijn hele uitgesproken meningen die worden verkondigd door zowel ons als onze collega's in de markt. Maar wat zeg je als chirurg, althans met een geneeskundige achtergrond, wat zeg je dan? Waar ligt de grens als het over bier drinken gaat? Er is, wetenschappelijk is er heel duidelijk in verschillende onderzoeken aangetoond dat je tot 1 à 2 glazen alcohol bier per dag geeft een gezondheidsverbetering. Daarna kom je weer terug op het nulpunt. Als je meer gaat drinken, dan wordt het slechter voor je gezondheid. Ik durf hier de dokter niet tegen te spreken, de voormalige dokter, maar de licentie is ingenomen. Na 5 jaar krijg je geen verlenging, zo is het. Ja, ja. Dus die heb ik net afgelopen jaar gepasseerd, dat station. Oké. Dat was even een pijnlijk moment. Nou, belangrijk om te weten, maar dan kun je over deze onderzoeken praten. En ik zeg al, ik durf de dokter bijna niet tegen te spreken, maar er zijn volgens mij onderzoeken die zeggen, dat is niet helemaal waar hoor, 1 of 2. Je kunt beter helemaal niets drinken. Nee, dat is echt niet waar. Als je de literatuur goed bekijkt, en dat is echt op wereldwijd, wordt dat ondersteund door de wetenschappers die zich bezighouden met alcoholgebruik, is dat tot die 1 à 2 glazen is bevorderlijk. Men noemt het meestal niet zo, men zegt dan meestal absoluut niet schadelijk. Maar het is wat je nu wel ziet, bijvoorbeeld afgelopen jaar heeft de Gezondheidsraad een uitspraak gedaan. In plaats van 2 glazen, 1 glas. Hebben ze gezegd, je kunt beter niet drinken. Maar als je dan vraagt naar de uitleg van de Gezondheidsraad, dan kunnen ze dat dus niet wetenschappelijk ondersteunen. Want ze kennen de wetenschap, ze kennen deze onderzoeken. En dan zeggen ze, ja, we willen mensen niet stimuleren, want als je te veel drinkt is het eigenlijk slecht. Dus dat is iets heel geks wat nu... Dat is een paternalistisch argument en geen wetenschappelijk argument. Precies, ja. En dat is heel vreemd vanuit de Gezondheidsraad. Is dat eigenlijk... Gelukkig maar, voor degenen die af en toe van een drankje houden. Nou, ik vind dat je gewoon eerlijk moet zijn. Hè? Mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid en misbruik is verkeerd. Maar lekker genieten van een glas bier, en dat is wat 92% van de mensen die alcohol drinkt, misbruikt überhaupt niet. Hè? Dus het is... Maar door de andere tijdgeest, als het gaat over gezondheid en gezondheidsrisico's ten aanzien van alcohol, merk je daar wat van? Merken jullie daar in de omzet wat van? Tot nu toe, afgelopen jaar is een omkeer geweest. We hebben eigenlijk vanaf begin jaren 90... Tot afgelopen jaar is er een hele duidelijke daling van de markt geweest, een aantal procenten per jaar. En dat had te maken met de accijnsproblematiek, de accijnsverhogingen vanuit de overheid. Had te maken met het anti-rookbeleid. Dat heeft een hele sterke invloed gehad op de alcoholconsumptie in de horeca. En zo zijn er nog een paar externe factoren. Men is natuurlijk, al 70, 80er jaren, alcohol en rijden is toen heel zwaar onder de loep genomen. Ja. En volledig terecht uiteraard. Dus dat zijn allemaal facetten geweest die 15, 20 jaar lang voor een daling hebben gezorgd. Nou lijken we afgelopen jaar weer voor het eerst een groei te zien. Wie zegt wat de komende jaren gaat geven. Dan speelt er nog iets, namelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat is ook een term die iedereen makkelijk in de mond neemt. Jullie hebben dat bewezen, waargemaakt, ook een prijs gewonnen. En je vindt dat echt heel belangrijk. En laten we even kijken waarom. En dat zien we hier. En juist het Nederlandse zakenleven kan wel af en toe een steuntje in de rug gebruiken. Kennis- en netwerkorganisatie MVO Nederland heeft daarom een eenmalige prijs in het leven geroepen voor het bedrijf dat de afgelopen 10 jaar kampioen maatschappelijk verantwoord ondernemen was. Een onderdeel van ons MVO-beleid is natuurlijk het betrekken van de grondstof uit eigen regio, die dus ook een aandeel hebben in die smaak- en krachtbeleving. En juist dit familiebedrijf is populair bij de publiekstemmers. Onder toeziend oog van juryvoorzitter Balkenende wint de Limburgse bierbrouwerij Gulpener de MVO Nederland Award voor duurzaam ondernemen. Ja, ik zeg het al, heel veel mensen zeggen, doen jullie aan hospitality? Ja, wij zijn geweldig. Doen jullie aan duurzaamheid? Ja, wij zijn geweldig. Hier is flink wat onderzoek aan vooraf gegaan. Laten er geen misverstand over bestaan. Waarom vinden jullie het zo belangrijk om als grondhouding die duurzaamheid en het biologische bier te benadrukken? Het is denk ik, het is meer de grondhouding van je bedrijf. We hebben het net over de grootste bierconglomeraat van de wereld gehad. En daar is natuurlijk alles aandeelhouders gedreven, zoals dat genoemd wordt. Het gaat alleen maar om de financiële eindresultaten en daar draait zo'n bedrijf op. Wij draaien op hele andere normen en waarden. Bij ons gaat het erom dat wij toegevoegde waarde willen creëren. Voor onze medewerkers en voor onze regio en onze partners, onze horecaondernemers. Dus dat betekent dat je ook vanuit met die pet op moet denken. En dat is bij ons, we zeggen altijd, je hebt twee soorten duurzaamheid. Je hebt de technische duurzaamheid, dat is goed voor het milieu zorgen. Dat noemt men vaak duurzaamheid, maar dat vinden wij technische duurzaamheid. En je hebt de maatschappelijke duurzaamheid. Hoe zorg je zo goed mogelijk voor je mensen en voor je regio? En met name dat is voor ons iets waar we heel veel focus op hebben. Dat is heel moeilijk meetbaar, daar zijn geen getallen voor. Maar een van de belangrijkste dingen is dat we gezegd hebben, laten we nou al die grondstoffen uit de eigen regio halen. Zodat al die boeren ook voordeel hebben aan het feit dat wij hier zitten als producent. En hoe lang kunnen jullie dat volhouden? Ik bedoel, bij flinke economische tegenwind lijkt me dat toch heel lastig om dat hele mooie principe, om dat ook in de praktijk te blijven brengen. Ja, ik denk dat voor ons geen probleem hoeft te zijn. Kijk, het is geen makkelijke keus. Het maakt het moeilijker, want we zitten ieder jaar met een andere oogst. Hè, dus ook een andere kwaliteit. Dus wij kunnen niet zeggen, nou dan halen we het maar van een ander deel van de wereld. Want dan blijft de kwaliteit hetzelfde. En het is duurder. Het kost ons meer geld om het op die manier te doen. Maar wij geloven erin, omdat je daarmee een basis creëert van een soort van gezamenlijke trots. Met z'n allen in die regio dit mooie product kunnen maken. We hebben bijvoorbeeld ook geen hele harde groeiscenario's qua volume. Wij hoeven niet 5 of 10% in volume te groeien ieder jaar. Dat is helemaal niet interessant voor ons. Wij willen de dingen die we doen beter doen. Dus als ik met hetzelfde volume de dingen wel beter kan hebben gedaan, dan ben ik eigenlijk al heel tevreden op het eind van het jaar. Dus we zijn eigenlijk met een hele andere bedrijfsfilosofie zitten wij daarin. Straks vertelt deze directeur over het meningsverschil met zijn hoofd marketing en communicatie, zijn zus Maartje. Op een gegeven moment kregen wij een voorstel van een communicatiebureau om ons winterbier te promoten. Nou, een poster en er stond heel groot, stond daar fuck glue wine boven en daaronder ons winterbier. En ik vond dat een fantastische, dus ik zeg nou, gooi die maar in alle kroegen die we hebben. En dat vond ze toch iets te ver gaan, dus daar hebben we toen een iets nettere tekst voor gepakt. Dus jouw zus heeft dan de leiding in handen, die bepaalt het. Ik ben te gast bij bierbrouwerij Gulpener in Limburg en praat met de directeur, Jan-Paul Rutten. Er moeten ook beoordelingsgesprekken plaatsvinden. Ga jij naar je zus beoordelen? Ja, toen mijn opa daar toch redelijk snel resoluut duidelijk was dat dat niet de bedoeling was van ons familiebedrijf, toen was het gesprek ook meteen afgelopen. Dus dat, ja, Heineken stond op en liep gewoon weg. Ja, die waren weg, ja. Dit zijn de lagertanks, dus we zitten hier in de lagerkelders. Het is al... Ik denk dat dit in het begin 20e eeuw gebouwd is. Dat is eigenlijk de manier waarop pils vroeger gemaakt werd. In koude ruimtes werd dat gelagerd, dus daar had je 3-4 graden Celsius voor nodig. En dit zijn de tanks waar we tegenwoordig in lageren. Hier ligt het bier in nadat het vergist is. Ik gebruik dit slangetje omdat je anders alleen maar heel veel schuim krijgt. Dus het gaat hier wat langer. Maar we gaan nu vers bier proeven dat klaar is met lageren. Dit zal, ik verwacht, deze week op de fles gaan. Maar veel verser dan dit krijg je het niet, hè? Nee, veel verser dan dit kan het niet. Dit is een hele bijzondere. Want dit is een biertje dat we samen met Brouwerij het Uiltje uit Haarlem hebben gebrouwen. Dat heet een collaboration brew. Dus gezamenlijk twee brouwmeesters die... mag ik deze alvast geven? Ja, dank je. Die een bier ontwikkelen. En dit is als je naar de bierterm zou kijken, heet dat een spicy dipa. Oftewel een met rode pepers scherp gemaakte dubbele IPA. Ik rook hem al, heerlijk. Proost. Proost. Nou, lekker. Stevig gehopt. Ja, forse bitterheid. Ik wil hierna nog maar eentje zagen, want dat is echt heerlijk. Hij zit helemaal vol, hè, deze? Hij zit helemaal vol. We kunnen nog even door. Ja, mooi. Nou, over familiebedrijven doen heel veel mythes er rond natuurlijk. En dat ze zo geweldig zouden zijn voor de continuïteit. Ik geloof dat ook bijna nooit het ontkent. Maar er wordt wel altijd aan toegevoegd, pas op. Want als je nadruk legt op continuïteit, dat is heel sympathiek. Maar dan mis je vaak innovaties en vernieuwingen. Merk je dat ook bij andere familiebedrijven? Of misschien wel bij je eigen bedrijf? Ik denk dat dat wel een gevaar is, dat je je daar wel heel erg bewust van moet zijn als familiebedrijf. Juist omdat, kijk, wat wij bij ons zien, en ik denk dat dat er in de meeste familiebedrijven zo is, is dat mensen er ook hun hele leven werken. Dus we hebben medewerkers afgelopen jaar, er was eentje met 43 jaar in dienst, eentje met 49 jaar in dienst en die dan met pensioen gaan. Dus mensen zitten hier hun hele werkende leven in dit bedrijf. Vind je dat een goede ontwikkeling? Het heeft absoluut voordelen, maar het heeft ook absoluut nadelen. En een van de nadelen is dat mensen op een gegeven moment ook hun ding doen en niet meer bezig zijn met vernieuwing of verbetering. En daar moet je dus heel bewust mee bezig zijn als familiebedrijf. Er wordt vaak naar Alwat gewezen. Ook het busbedrijf en het familiebedrijf, het ging allemaal geweldig, maar ze hebben door de nadruk op continuïteit en het gemis aan innovatie, de slag gemist op online gebied. Dat is een heel duidelijk voorbeeld natuurlijk. Hè? Ja. Wat zou bij jullie verkeerd zijn als je innovaties niet toepast? Wat gaat er dan mis? Nou, ik denk als wij bijvoorbeeld, we zijn veelal, zeker tot een paar jaar geleden, bekend als echte pilsbrouwer. Pils was voor ons het belangrijkste product. Wij maken nog steeds heel veel pils, maar wij zijn wel heel erg gaan focussen op speciaal bier. Ik denk als we dat niet waren gaan doen, dat we dan nu misschien op een hele andere manier naar de bierwereld keken. Met veel minder vrolijk gezicht, zou ik maar zeggen. Maar hoe moeilijk is het dan om die verandering door te voeren? Ja, kijk, bij mij ging dat nu gepaard met het feit dat ik binnenkwam en ook mijn eigen visie had op de bierwereld, de speciaal bierwereld. Maar dat heeft dus ook te maken dat je af en toe weer eens met een frisse blik naar een bedrijf en naar de markt kijkt. Ik zeg niet dat het niet gebeurd was als ik er niet binnen was gekomen, maar je hebt mensen nodig die voor vernieuwing zorgen. En vernieuwing gaat vaak logisch gepaard met nieuwkomers. Dus... Natuurlijk, maar die nieuwkomers hebben dan ook te maken met tegenstand. Ik kan me voorstellen dat die mensen die je zo net noemde, die zo lang hier werken, dat die denken, wacht even, wat denkt deze relatief jonge man? Ja. Ja, en dan gaat het om management. Hè. Lukt het je om je overtuiging over te brengen? Krijg je mensen mee? En ik weet nu na een aantal jaren hier dat je ook mensen die al 30, 40 jaar in dienst zijn, kunt overtuigen van een goed plan en mee kunt krijgen. Hoe doe je dat? Door er energie en tijd in te stoppen. Door dat menselijke weer op te zoeken en mensen mee te nemen in je verhaal en niet alleen met een conclusie te komen. Dus het gaat er echt om dat je mensen uitlegt en overtuigt van je visie en niet alleen het eindplaatje schetst van we gaan dit doen, want dat is goed voor de brouwerij. Op het moment dat je dat lukt, dan zie je dat daar ook begrip voor is, want iedereen heeft het beste voor met ons bedrijf. Maar je kunt ook tegen die mensen zeggen, uiteindelijk als het erom gaat, luister even, deze innovatie zou ik niet kunnen doorvoeren, maar dan gaat jouw baan er misschien aan. Speel je het zo hard of niet? Dat is meestal niet nodig. Maar ik maak wel heel erg duidelijk, ook een tijdje geleden met de nieuwjaarsbijeenkomst, als wij niet innoveren, als wij niet durven te vernieuwen, hebben we een serieus probleem over een paar jaar. Het hoort bij ons bedrijf in onze markt. Dat moeten we doen. Dit is een ijsbloktank, die is uniek in Nederland. Wat we hier maken is een bier dat we na het brouwproces bevriezen op min 20 graden. Waardoor je een deel van het water aan de wand, aan de binnenkant vastvriest. En dan hou je eigenlijk alleen maar het smaakvolle deel waar de alcohol in zit, hou je over. Dus eigenlijk concentreer je het bier op die manier. Dat heet ijsbok en dat geeft een heel zwaar, maar heel smaakvol bier. Een van de leukste bierontwikkelingen van het afgelopen jaar deze. Dat zijn echt de allernieuwste biertjes op de markt zijn gekomen. Ja, dit is echt uniek in Nederland. En dit past in de nieuwe biercultuurontwikkeling. Want je hebt eigenlijk de laatste jaren zie je heel veel nieuwe brouwerijtjes ontstaan, microbrouwers, hobbybrouwers. En in die trend hebben wij eigenlijk, vind ik zelf, eigenlijk iets te traag gereageerd. We zijn in de jaren 80 wel begonnen met speciaal bier, maar dat waren de klassieke bieren als een herfstbok of een wit bier of een weizenbier. Maar de huidige bierontwikkelingen zijn heel creatief met hele gekke bieren. Dit is echt een inhaalslagje. Dit is een van de onderdelen van de inhaalslag. Ja. En, zo gaan we ook dit jaar met 4 van die kleine microbrouwerijen gaan we gezamenlijk een bier in de markt zetten. Volgende week gaan we de eerste introduceren en dat worden hele gekke bieren met rode pepers erin en hele leuke smaken. Goed dat we een sjaal om hebben trouwens. Hier wel ja, hier kun je hem gebruiken. Nog een handschoentje erbij. Altijd deze kou, dat kan niet anders. Ja dus we hebben ook in onze lagerkelders is het altijd 3-4 graden en het bier heeft dat nodig om goed te kunnen lageren, dat klopt. Wie verzint zoiets? Wie bedenkt dit? Ja, de bieren worden ontwikkeld door de brouwmeester. Die heeft een universitaire opleiding daarvoor. Dit plan van ijsbok, ik heb ooit een ijsbok uit Beieren gedronken en die vond ik zo bijzonder als product dat ik heb gezegd tegen onze brouwmeester, kunnen we geen ijsbok maken? En die heeft mij toen aangekeken en gniffelend gezegd, dat wil ik best eens proberen. Dat had hij ook nog nooit gedaan. Dus het was mijn plan en hij heeft het ontwikkeld verder. Ja. Nou, het is ook belangrijk om te weten hoe de machtsverhoudingen liggen in het bedrijf. Dus hoeveel procent van de aandelen heb jij? Ik heb iets meer dan 20% van de aandelen. Ja. Je aarzelt toch om dit hardop uit te spreken? Ja, ach ja, het zijn van die privé dingen, laat ik het zo zeggen, maar nee, dat mogen mensen weten. Nou, want van je vader weten we uit oude interviews dat hij meer dan de helft had en uit studies over familiebedrijven weten we dan dat altijd link is, omdat je dan vrij vaak toch ja-knikkers om je heen verzamelt. Is dat de reden dat jij op die 20 zit? Nee, ik heb twee zussen, dus dat is de reden. We hebben allemaal een even groot deel. En het ja-knikkers idee is bij ons wel verwijderd doordat wij een administratiekantoor hebben opgericht. Dus de aandelen, we hebben certificaten als aandeelhouders. We hebben 15 aandeelhouders in de familie. Die hebben allemaal certificaten en die zitten in het administratiekantoor. Daar zit een bestuur op. Dus in die zin is dat wel goed afgedekt. Hebben jullie ook krachtige commissarissen? Want ook daar schort het nogal eens aan bij familiebedrijven. Ja, mijn mening is van wel. Die zijn kritisch en die stellen de vragen die je niet elke dag gesteld wilt krijgen. Dat heb ik ook niet anders verwacht. Maar dus, kun je misschien één vraag op tafel leggen? Dat is wel leuk, van die commissaris. Of je dacht, nou liever niet dat ze die vraag gesteld hadden. Nou, ik vind het moeilijk om echt een heel goed voorbeeld te noemen. Maar bijvoorbeeld dit nieuwe centrum wat we hier hebben, het ontvangcentrum, kenniscentrum, rondleidingen, de tuin. Dat is een hele forse investering geweest voor ons. En daar is wel heel serieus over doorgevraagd in hoeverre dat nou echt nodig was om ons merk te ontwikkelen. En wat geef je dan als antwoord? Ja, ik ben overtuigd van de bijdrage, omdat dit, ja, we noemen het een beetje het huis van de vrije brouwer is. Waar dus mensen die hier komen, daar hoop ik dat wij ze overtuigen met onze beleving en onze emotie en wat wij belangrijk vinden in het leven. En vanuit dat oogpunt vind ik het dus een hele belangrijke bouwsteen binnen onze communicatiemogelijkheden. En waren de commissarissen ook tevreden gesteld toen bleek dat er subsidie voorhanden was? Want ik geloof dat de gemeente toch of de regio gesubsidieerd heeft. De provincie heeft er deel meegedaan, dat klopt, iets minder dan 10%. Dat is heel prettig geweest. En in die zin vinden ze dat uiteraard heel fijn dat dat gebeurt. Het geeft, voor mij is het fijn dat dat geld er is, maar het geeft met name ook aan dat de provincie het ondersteunt wat wij hier doen. En zien dat dit van toegevoegde waarde voor de regio gaat zijn. Dus dat is wat mij betreft de belangrijkste toevoeging. Echte serieuze overnames van jullie, hebben die ooit plaatsgevonden? Zijn er bedrijven te noemen waarvan je zegt, daar hebben we even geaarzeld toen die een bod deden? Nee, we hebben nooit geaarzeld. Wij zijn er altijd vanuit gegaan dat we zelfstandig wilden blijven. En zeker de laatste 30 jaar, want daarvoor heb ik natuurlijk nooit heel bewust meegemaakt. Maar ik weet dat Freddy Heineken, mijn opa, ook wel eens een aanbod heeft gedaan in dat tijd. Maar we hebben altijd gezien... Ja, dat... Hoe ging dat dan? Freddy Heineken deed jouw opa een aanbod. En ik weet hoe dat ging, want het staat volgens mij ook in een boek beschreven. Maar dat was in Amsterdam aan de bar van zijn hotel. En toen mijn opa daar toch redelijk snel resoluut duidelijk was dat dat niet de bedoeling was van ons familiebedrijf, toen was het gesprek ook meteen afgelopen. Dus dat, Heineken stond op en liep gewoon weg. Ja, die waren weg. Ja. Dus in die zin, wij met onze ambities, dat kun je alleen maar waarmaken op het moment dat je zelfstandig bent. Want wij maken hele vreemde keuzes die helemaal niet logisch zijn en die helemaal niet zorgen voor meer verkoop of minder kosten. Wij maken vaak zelfs juist keuzes die het tegenovergestelde doen. En dat kan alleen maar als zelfstandig bedrijf. Dus... Kun je een voorbeeld geven? Ja, bijvoorbeeld het beste voorbeeld is denk ik de grondstofproductie. Het is en moeilijker en duurder om het uit de eigen regio te halen. Maar wij geloven erin, dus wij doen dat. Dat heeft met het familiebedrijf te maken. Dat is de waarde, want dat zie je in familiebedrijven vaak. Deze waarden vertegenwoordigen we. En die willen we ook op deze manier ten uitvoer brengen. Ja, we geloven daarin en dan gaan we ervoor. Ja. Wat leuk is, is ook, je vertelt over je zussen. Nou ja, je zussen werken ook hier. Ik geloof dat je een van je zussen uit Amsterdam hier naartoe hebt gehaald. Dus het doet de communicatie. Ja, en dan denk je het allemaal, Maartje, ja, geweldig. Maar dan denk ik aan de andere kant, er moeten ook beoordelingsgesprekken plaatsvinden. Ga jij dan je zus beoordelen? Ja, mijn zus valt direct onder mij. Dat is zo. Dus, wat heerlijk lijkt me dat. Ja, we zijn een klein bedrijf, hè, dus we hebben niet heel veel niveaus in het bedrijf. Dus ik heb 3 personen... managementteam en mijn zus doet de communicatie en die valt ook direct onder mij. En daar moet je professioneel in zijn. Dus je moet elkaar ook willen en kunnen vertellen wat goed en wat niet goed is. Ja, en wat kan er beter kan. Kan dat in een beoordelingsgesprek? Als ik van tevoren het vermoeden had dat dat niet zou kunnen, dan zou ik er nooit in het bedrijf hebben gehaald. Want alleen op die manier kom je de komende 10, 20 jaar verder met z'n tweeën. Leidt dat ooit tot frictie? Soms, maar dat moet ook soms kunnen. Je moet het ook wel eens niet met elkaar eens kunnen zijn. Waarvan je denkt, nou, dat is een ongemakkelijk moment, maar daar zijn we toch uitgekomen. Als bewijs dat het werkt. Ja, dat geloof ik. Toen zo'n loonsverhoging vroeg. Nee. Ja, zie je wel, dat heb je dan. Ja, nee, maar... Jij geheel onterecht naartoe bent. Ja, ik kan er niet meteen iets naar boven halen. Maar we hebben wel af en toe goede discussies over dingen waarvan ik zeg, ik vind dat het zo moet. En dan zegt zij, ja, maar is dat nou wel zo verstandig? Moeten we dat nou wel doen? En dat gaat vaak over... Ja, maar communicatie, dat gaat dan over de communicatie en dan wil ik veel, soms wat dingen die wellicht een stap te ver gaan en dan zegt zij, ja, moeten we hier niet even de grens trekken. En, ja, dat is toch leuk als je iets zou kunnen noemen. Ik vind dat we wel wat stouter mogen zijn in onze communicatie, wat meer humor mogen toevoegen aan onze communicatie. Ik denk dat dat ook het verhaal wat beter doet landen. En op een gegeven moment kregen wij een voorstel van een communicatiebureau om ons winterbier te promoten. Een poster en er stond heel groot, stond daar fuck glue wine boven en daaronder ons winterbier. En ik vond dat een fantastische, dus ik zeg nou, gooi die maar in alle kroegen die we hebben. En dat vond ze toch iets te ver gaan, dus daar hebben we toen een iets nettere tekst voor gepakt. Dus jouw zus heeft dan de leiding in handen, die bepaalt het. Ja, wij doen dat samen. En kijk, als ik het heel essentieel en belangrijk vind en overtuigd ben van iets, dan heb ik uiteindelijk wel de eindstem daarin. Maar ik heb ook wel eens mijn twijfels. En als mijn zus dan overtuigd is van iets, dan gaan we ook vaak haar kant op. Nu heb je ook de situatie waarin je denkt, kijk, je bent een familiebedrijf en we hebben veel geld en wat doen we daarmee? Dan heb je een heel groot bedrijf, Cargill, wordt heel vaak genoemd als een van de grootste familiebedrijven in de wereld. Grondstoffenhandelaar, en die zeggen dat ze 97% van de winst, die stoppen ze in het bedrijf. 97%, dat is ook nog zwart op wit vastgelegd. Begrijp je dat, zo'n afspraak? Ja, begrijp ik heel goed, want dat is een hele mooie basis voor continuïteit. We hebben ook hier bij ons een dergelijke afspraak. Het is geen 97%, maar het is wel ruim meer dan de helft die wij terugstoppen in het bedrijf van de winst. En dat betekent dat wij onze investeringen die wij doen, ook dat is ieder jaar toch rond de 2 miljoen euro die wij investeren, die kunnen wij uit de cashflow doen. Dus wij zijn zo goed als onafhankelijk van de banken tegenwoordig. Goed als, dat moet je ook bijna zijn, omdat de banken toch in dit tijdsgewicht steeds lastiger zijn? Ja, maar we hebben zo'n gezonde bedrijfsvoering dat wij heel makkelijk leningen zouden kunnen opnemen als we dat zouden willen. Alleen wij voelen ons prettig bij een financiële onafhankelijkheid. En dat lukt op deze manier door je investeringen vanuit de cashflow te doen. Loyaliteit is natuurlijk ook de allerbelangrijkste factor. Misschien wel in familiebedrijven, loyaliteit. Maar ja, loyaliteit en winstgevendheid kunnen af en toe op gespannen voet staan met elkaar. Gebeurt het ook af en toe hier in jullie bedrijf? Loyaliteit is een essentieel onderdeel bij ons. Ik geloof in een organisatie die zelfsturend is in de zin van dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zelf zien waar het beter kan en waarin ik erop kan vertrouwen dat de mensen het beste voor hebben met ons bedrijf. Op het moment dat ik dat niet heb, dat gevoel, is het ook heel snel klaar. Ik kan niet acteren in een bedrijf waarin ik het gevoel heb dat ik mensen continu moet gaan controleren. Dus je hebt iemand er wel eens uitgegooid waarvan je denkt, ik vermoed of ik weet het ook wel zeker dat deze persoon niet loyaal is aan het bedrijf? Nee, dat heb ik nog niet hoeven doen, gelukkig. Maar omdat we dat familiebedrijf zijn en mensen die zoeken toch de plek die het best bij ze past. Dus je ziet dat in zo'n familiebedrijf meestal de mensen terechtkomen die ook op zoek zijn naar dat soort normen en waarden. En ik zie dat zeker in mijn omgeving waar ik dan heel veel mee optrek. Dus mijn managementteam en de mensen direct om mij heen. Die vertegenwoordigen die waarden heel sterk persoonlijk. Dat zit in hun karakter en daardoor werkt het ook, denk ik. Dankjewel. Dankjewel. Volgende week, strafrechtadvocaat Peter Plasman heeft lak aan autoriteiten. Dat vindt hij allemaal poppenkast. Op 1 instituut na. Ja, die autoriteit, dat moet je met een korreltje zout nemen. Ik neem het niet zo serieus. Ook de rechter niet? De rechter wel. Maar dat is een instituut. En dat heeft niks met de persoon van de rechter. Maar geldt het echt alleen voor de rechter? Geldt het voor geen enkel ander instituut? Geen enkele andere instantie? Geen enkele andere persoon? Voor mij geldt het alleen voor de rechter.